Ik ben Mirjam Hildebrand. Ik heb het boek Op zoek op z'n wereld geschreven. Dat is voor kleuters. Het gaat over Siem, die bij zijn opa logeert en dan op zijn kop op de bank hangt en de hele wereld op zijn kop ziet. En die opa die is erg fantasievol en die gaat met hem mee naar de op zoek op z'n wereld, waar alles dus anders is dan in het echt. Alles gaat zoals het niet hoort. En dat is lekker gek. Ik heb dat geschreven omdat ik het leuk vind om kinderen te laten kennismaken met een beetje anders denken en anders kijken naar de wereld. En ik ben zelf kinderpsycholoog, dus ik vind het wel leuk om dan een thema erin te verwerken waar kinderen dan ook wat van leren. Dus flexibeler worden en tegenstellingen. En ik denk dat alle kleinkinderen en kinderen zo'n opa willen als Siem heeft. En misschien kunnen ouders er ook nog wat van leren.